naar beneden gelopen zijn? Ga schoonheidsslaapje. Ja, oh, lik, lik. Ja. Kom, een eetbare kastanje. Nou, we blijven nog even kastanjes rapen. Hier, zoeken, zoeken, zoeken. Zo. Zie, die is nog een beetje geel. Ja, kijk, dat is een hele mooie. Een mooie grote. Mama heeft allemaal kastanjes gisteren van jullie gekregen. Ik ben met dat gekke hondje bezig. Erg bitter. Eeuw. Wat? Vind je het niet lekker? Waarom vind je het niet lekker? Proef nou voor mama. Goede mooie zondagmorgen toegewenst. Wij zijn de Bellinga's Family Vloggers. Iets over 7 uur. We probeerden ook te slapen. Alleen Lucille zei, papa, ontbijt. Dus ik ben naar beneden gegaan. Ik ga even lekker ontbijtje maken. Farah en Luan slapen nog wel. Lucille is al lekker eventjes Zap TV aan het kijken. De pupjes slapen volgens mij. Oh, nu niet meer. Hey. Goedemorgen, schatjes. Goedemorgen. Heb je nu ook lekker gedroomd? Jullie ook zo lekker gedroomd? Oh ja, lieve pupjes. Goedemorgen, Boezem. Goedemorgen, pup. Kijk, het is leuk. Even welkom kussen. Tot de pupjes. Goedemorgen, schatjes. Heeft jullie ook gaan eens? Kusjes, kusjes. Het is eigenlijk het ochtendritueel van papa. Als ik wakker word, even op de grond liggen. Dan kunnen we de papa knuffelen. Oh, zo lekker knuffelen, lekker knuffelen, lekker knuffelen. Mm, papa, wat zou van jullie? Papa heeft zijn mooie thuis elkaar gezien. Papa's karretje. Nou, ik ga ontbijt maken, ontbijtje. En dit is het ontbijtje geworden. Lekker voor de kids, een krentenbolletje met ontbijt, een koekje en een druifje. Een kopje thee, een kopje koffie en vervara yoghurtje. Heel voorzichtig naar de dienblad. Kijken of ze al wakker zijn. Heeft dus de was door. Dat is wel moeilijk hoor, dan een teamblad. Kijk, daar is mijn kroost. Ontbijt op bed voor mijn druifjes. En even een lekker druifje met een ontbijtkoekje en een kentenballetje. Weer op papa's plek. Kleine weer. Wie ben jij? Ik ben officier Luan. Hey yo, Captain Luan. Bring me back to the rainbow track. Wat zie je er mooi uit, man. Als een echt officier. Mooi, mooi. Oh, Luan, hallo. Zijn, wil je net als papa Sharky zijn? Ja. We zijn allebei Sharky. Hé, hey, maar officier, ik vind het wel een heel mooi kapsel. Dan boetsen. Officier schoon, officier schoon. Mooi onderboetsen, mooi onderboetsen. Bim, bam, bom. Bim, bam, bom. Nou zijn ze officier, weet je, hoor. Mooi houden zo, hè. Voor de tandarts. Nee, voor jezelf. En dan is de tandarts blij. Mag je weer een stikkertje plakken? Mm-hmm. Ik doe mijn geurtje op. Doe jij je officieren geurtje op? Wat heeft Lucilla aangetrokken? Wauw. Kom maar. Ja, even lekker naar buiten. Plasje op het grasje. En dan zo meteen wandelen. Goed. Nou, even lekker honden voor. Ontbijtje voor Woezel. Ontbijtje voor Pip. Soldaat Woezel. Zeg maar, eerst maken we ons, soldaat. En hier. Kom. Kom maar, Pipje. Hier is mijn. Ja. Kom maar. Goed zo. En ik water erin. Ja, dat zal ik wel doen. Kom. Is de dierenwinkel nu al geopend? Ik heb hier 3 tegoedbonden. Wat kan ik daarvoor krijgen in je winkel? Kristallinnen. Oké, dat ga ik maken. Dankjewel. Dat vind ik heel erg lekker zo als ontbijt. Huh? Oh nee. Dit is nu avondeten, denk je? Ja, je bent een restaurantje, hè? Ja. Ik zet deze liedje op. Welk is dat dan? Dat is deze. Oranje. Oh, papa's lievelingslied. Hoe gaat die ook weer? Het is deze van Springs van Zomer. Ik ken die niet zo heel erg goed, maar... Ja, die van Daniel, Leeuwenkel. Hoe gaat die ook weer? Ja, die ken ik ook een klein beetje. Daniel. Ja, en zo gaat en dan? Ja. Zing eens dan. Ja? Hoort je wel? Nou. Gezellig. Zingen jullie ook mee, puppies? Lekker ontbeten? Wij zijn inmiddels aangekleed. En wel? Ja.
En Lucilla zit hier. Wil je nog een worstje? Ja. Ik ben boterhammetjes aan het smeren. En Lucilla wil iedere keer zo'n plakje worst. Want het is super lekker weer buiten. Kijk eens. Ja. Daniel die zit buiten. Ja, ik kom weer een worstje brengen. Daniel die zit buiten een boekje te lezen in de zon. En ik ben even een lunchpakketje aan het maken. Kijk, hier boterhammetjes en daar boterhammetjes. En ik heb hier al wraps en een saladetje. En lekkere worstjes en druifjes heb ik daarin. En allerlei lekkere dingetjes voor mee te nemen. Want het is super lekker weer. Dus heb ik zoiets van, we gaan lekker erop uit. Naar het bos of zo. Even eruit. Misschien de speeltuin in de buurt of zo. We moeten even kijken waar leuke dingetjes te doen zijn. Dan gaan we eventjes tussenuit. Dus ik zei eventjes boterhammetjes te smeren om mee te nemen. Zodat we straks kunnen picknicken onderweg als lunch. We zijn er! Dit is de leemkule met hele hoge bulten en kolen voor de hondjes. Ze zijn toch al vies, die moeten vanavond gewassen worden. Ja, die stinken een beetje. Ze gaan lekker... Shelly is in slaap gevallen, dus we pakken even de kinderwagen. Kan zij daar verder dutten, maar het ziet er hier heel mooi uit. Ik zal het even laten zien. Oeh, we zijn hier eigenlijk nog nooit met de kinderen geweest toen Luan baby was. Maar voor de rest nog nooit met Luan en Lucilla. Maar kijk hoe leuk dit eruit ziet hier. Kijk, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar goed, we gaan hier eventjes lekker een boswandelingetje maken. Nou, Daniel doet even Lucilla in de kinderwagen. Kan ze lekker het tukkie verder doen. En Leon heeft al de hondjes vast, hè jongen? Ja. Daar zijn ze. Daar zijn ze. Kom hier. Hoesje, kom hier. Nou, we zitten in de knoop. We kunnen gaan touwtjes springen met die honden. Ja, ik deze vasthouden. Oké. We zijn geïnstalleerd aan de wandel. Ik met de kinderwagen. Wauw, Luan, dit is hoog. Hey, weet je wat ze hier doen nu met de mountainbikes? Hier gaan ze altijd met de mountainbike. Ja. Zo helemaal vanaf. Luan zegt, ik wou dat ik zo'n grote kuil kon graven. Ja, maar dit is niet gegraven hoor, Luan. Dit is door de natuur zelf zo geworden. Ja, leuk, hè? Hey, hier waren ze toen je baby was, heel lang geleden, mama. Nou, Lu. Kom, we gaan die proberen weer vanaf. Dan gaan we naar boven. Een klein stukje. Een klein stukje dan. Noem maar. Woes ook? Hoe zo? Oeh. Oh nee. Oh jee. En nou gaan we naar boven. Gaan we naar boven? Kom maar, Woes. Kom. Kom weer naar boven. Woes, vindt het veel te leuk. Kom. Kom maar, je ziet jou helemaal niet in het zand. Je ziet jou helemaal niet. Camouflage, Woes. Ja. Woes, zien hem. Kijk, Pip zie je super goed. Maar Woes, die is niet te zien. Kom maar. Zie je dat? Dus 4x4 drijven met de kinderwagen. Die bomen hangen over de leemkuur. Ja. Ja, leuk hè? Nou ja, leuk. Je moet je niet vanaf vallen. Kijk. Die gaan ze met de fiets vanaf, Luan. Ja? Met de mountainbikes noem je dat. Niet met de normale. Niet met de normale. Niet met mama's fiets hoor. Niet met de fietsjes met jullie. Nee, een speciale sportfiets is dat. Dan gaan ze hier vanaf. Maar dat is wel heel gevaarlijk. Ja, dat is ook wel voor grote mensen. Dat is niet voor kleine kindjes. Ja, we gaan even een bankje zoeken. Ik heb natuurlijk lekker picknicklunchje meegenomen. Dus we gaan even een bankje zoeken in het zonnetje. Want niet in het zonnetje is het nog wel frisjes, maar in het zonnetje is het wel lekker. En je hebt er ook super mooi uitzicht. Kijk. En daar hebben we een bankje. Mama. Ja? Dit is leuk. Kijk. Ja, dit is leuk hè? Hier staan kinderen. Hier kan je net een fiets. Dat is een kinderfiets. Goed zo, jongen. Met de kinderfiets. Ga jij hier met de fiets af? Ben je dan weer? Nou, kijk, we hebben hier een lekker plekje op het bankje. Picknicktas. Het is een super mooi uitzicht. Dit is het uitzicht. En een picknicktas. Hier wordt de picknicktas. Hier, jij even Woes vasthoudt. Hier vanaf vallen. Ja. Even kijken. Hoog, Woes. Woes, niet eraf jumpen, hè? Even kijken, we hebben boterhammetjes. Die hebben ze in de auto al half opgegeten. Meer nog een boterham? Ja. Iets anders. Iets anders, ja. Je hebt net ook een brood op. Een banaan. Water? Hou even vast. Water, dan doe ik eerst even alles eraf. We hebben hier bananen. Dit is een snoeperij voor straks. We hebben hier worstjes. Die vindt papa ook wel lekker, denk ik. Maar ik had vooral dit gemaakt. Voor papa en voor mama. De gezonde content. Pakt u maar. Even wegpakken? Ja. Zo.
kijk. Wauw, wauw, wauw. Moet je even goed kijken dat het er niet uitvalt. Dat is een salade wrap. Mag je zien? Nee, we gaan eerst even iets gezonds eten. Een banaantje. Kijk eens. Maar, of druifjes. Hey. Mama heeft dit zijn. Pistachenootjes. Ja. En wat hebben we nog meer? En dit zijn. Boezo, wat doe jij? Kijk eens, Luan, druifjes. Wel even de druifjes. Eerst druifjes, dan snoepjes. Eerst gezond, dan ongezond. Nou. Buffelguk. Kok die druif. Ga maar lekker liggen. Goed, zo, pupjes. Ik eet een haar. Oh. Nou, heerlijk zo op het bankje. Bon appétit. En ik heb hier ook nog een lekker bakje met salade. Hey Lu, moet je eens kijken. Die kinderen die zijn helemaal daar beneden in die kuil aan het spelen. Zie je dat? Zullen die helemaal naar beneden gelopen zijn? Ja, ik denk het. Denk je dat? Wat is dat, pupje? Wat zie je allemaal? Wat zie je allemaal? Zijn dat kindjes? Nee? En Woesel? Wat ziet Woesel allemaal? Wat ziet Woesel allemaal? Kindjes beneden aan het spelen, hè? Nee, ja. Woesel ziet... Wat ziet Woesel? Ik bedoel... Dit! Woesel ziet eikeltjes liggen, hè? Ja, eikeltjes. Nou, Lucilla die doet hier even lekker haar middagdutje. In het lekkere herfstzonnetje. Klaar. En toen waren we beneden. Hé, en wat het leuke is, als je naar beneden gaat, dan moet je ook altijd weer naar... Boven. Naar boven. Kijk, nou zijn we beneden in de hele grote kuil. Wauw. Dat is leuk, hè? Kijk, papa die zit helemaal daar. Daar zit papa. Mam, dan lijkt dat je net gevangen zit in een hele grote kuil. Ja. Maar hier kun je wel weer makkelijk uit als je eruit gaat klimmen. Toch? Nou. Ga je weer naar boven? Oké, gaan we weer klimmen. Goed zo, jongen. Je kan hartstikke goed klimmen. Bijna, bijna. Ja! Toen was hij weer boven. Wat heeft papa nou gevonden, Luan? Moet je eens kijken. Een speeltuin en ik zie daar een springkussen. Dat is leuk, Luan. Goed, man. Kijk hem gaan. Over de touwbrug. Wacht, mama. O, daar. Ga je vandaag vanaf? Wacht hem nou. Dat is leuk. Heb ik nog een speeltuin in de bos. Waar ga je heen, Luan? Ik heb een kabouterhuisje. Oh ja. Ik zie het. Oh. Wonen hier kaboutertjes? Kom maar. Moet ik naar binnen? Kom maar. Oh. 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 Wat grappig. Nou, we hebben nog een kabouterhuis hier. Teluwa. Ja? En zo gaat hij weer op slot. Zo gaat hij weer dicht. Oké. Okay. Even niet. Nou, kom maar kabouter, Teluwa. Kom, gaan we verder kijken wat er allemaal is. Kijk, daar heb je ook nog een springkussen, Lu. Ja! Papa die zit daar in het zonnetje. Hier heb je nog een speeltuigje. Ziet er leuk uit. Mama, kan ja. Mij duwen? Moet ik het duwen? Nou, ga erop zitten. Kan je dat zelf? Goed zo. Nou, kan je zelf schommelen. Ja, moet je hier blijven wachten. Ja, benen naar voren, benen naar achter. Benen naar voren, benen naar achter. Naar voren en naar achter. Goed zo. Zo. Klaar maar. Ben je daar, Lu? Ja. Ah. Kijk, die gaat ook wel zo hard. Ja, het is toch wel lekker hier in het zonnetje, hè? Het is heerlijk. Ik heb de handen vol. Mijn dochter. Twee puppies. Ja, Luan is nu even puppies aan spelen. Laten zien. Maar het is nog even lekker. Ja, het is 1 oktober vandaag. Ja, dus, het is al herfst. De herfst is gekomen. Maar het is weer een lekker weertje. Daar komt Luan weer aan met Pipje. Wat ging je Pip laten zien, Luan? Mijn huisje. Het huisje? Was bezet. Oh, was het huisje bezet. Oh, hoe zullen we het ook even kijken? Hoe zullen we het ook even kijken? Neem Woesel maar mee. Die is bezet. Nou en, zeg je mag ik ook in jouw huisje? De huisjes van iedereen. Ja, ja, ga maar kijken. En Lucilla doet nog steeds haar schoonheidsslaapje. Salto's. Woesel en Pip ook salto springen? Ja, kom maar. Kom Woesel en Pip, salto's. Ja, mama wel, ik hou de hondjes vast. Ja. Niet berekend op zwangere mama's. Salto, nu met de billen, kom. Ja! Oh, lik, lik. Ja, een kusje. Nou, mama is haar hobby. Kijk eens, ik heb de eerste
twee kastanjes van deze herfst gevonden. De eetbare kastanjes. Wauw. Die liggen ze allemaal. Moet je wel goed zoeken. Ze zijn al hierin. Kijk, dan moet je dus zo staan. Hè? Dan moet je zo erop gaan staan, op zo'n bolletje. En dan druk je hem zo open. Oh. En kijk, wat komt daar dan tevoorschijn? Beukenootjes. Oh, nee. Wilde kastanjes. Kastanjes. Alleen, kijk, deze is niet meer goed. Ja, die is wel goed, maar die is een beetje schuin. Maar nou, zo, zoek je kastanjes. Kun je niet in de auto lekker eten? Ja. Alsje. Nou, we blijven nog even kastanjes rapen. Zoeken, zoeken, zoeken. Zoeken. Dat is toch kijken nu. Nog even zoeken. Kijk, hier heb je nog een dicht. Kijk, dit is een dicht bolletje. Dan ga je zo staan. Nee. Zo. En dan zo. Kijk, en dan zit er wat in. Maar deze zijn een beetje raar. Nee, die kan je niet meer echt eten. Ja, alleen die zijn ook niet echt rijp. Zie je dat? Of rijp, ik weet niet hoe je dat noemt. Ze moeten bruin zijn, maar wel goed opengemaakt. Zie je, die is nog een beetje geel. Ja, kijk, dat is een hele mooie. Pak die er maar uit. Hier, kijk eens. Kan die opeten? Die kan je opeten. Zal ik je thuis laten zien? Goed? Ja, dan kan je niet zo opeten. Moet je eerst het schilletje eraf halen. Schatje. Nou, ik heb al een eerste vangstje binnen met kastanjes. Het zijn mooie grote. Volgens mij hebben we hier de boom onder de boom alles wel meegeplukt wat er nog te halen viel. Dus vind ik lekker om thuis dan lekker uit te pakken. Je kunt ze ook nog poffen trouwens. Vroeger ging ze ook altijd poffen. Poffertjes? Nee, poffen. Dan kun je ze afbellen en dan kun je ze nog naar tron doen. En dan heb je warme kastanjes. Maar je kunt ze ook zo eten, net wat je lekker vindt. Kijk, ik heb hier een hele zak vol. Ik kan ze er niet allemaal uithalen. Met allemaal kastanjes, Lucilla. Lucilla is weer wakker geworden. Kijk, mama heeft allemaal kastanjes gevonden samen met Luan. Hé Lu, wat ben je aan het doen, jongen? Even welke hemeltje. Mama. Oh, een mandje te kijken. Ja? Mama, kijk eens opeten. Ja, die kan je opeten. Die gaat mama jullie thuis laten zien hoe je dat open moet maken. Volgens mij is dit de eerste keer dat ze überhaupt kastanjes gaan eten in hun leven. Want voorgaande herfsten hebben we nog nooit kastanjes gezocht eigenlijk. En per toeval kwamen ze tegen. Dat is wel heel leuk, hè Lu? Hey, mama en tante Iris gingen vroeger altijd kastanjes poffen. Huh? Ja, die kun je dan warm maken en dan mag de tron doen en opeten. Of je kunt ze zo opeten. Leuk, hè? Dus wij gaan weer terug naar huis. Wij zijn weer thuis. Hier heb ik de kastanjes. Die ga ik zo eens even doen. Maar Luan en Lucilla die zitten alweer in de voortuin te spelen. Nee, mam. Oh. Ik ben hier. Luan is alweer daar. En Lucilla is hier. Het is nog lekker weer buiten, hè? Hé, hey, Lucilla is weer wakker, jongens. Papa heeft weer de korte broek aan. En papa heeft weer de korte broek aan. Dan kan het ook anders. Zon, dit rokje heeft ze gisteren van jullie gekregen in de Vendel-video, hè? Dat is een klein tutuutje en die wou ze vandaag weer aan. Nou, papa die gaat hier weer een boekje lezen. In het zonnetje. Weet je wat ik ook nog zag? Ik dacht laatst dat we de laatste tomatenoogst hadden gehad. We hebben nog tomaatjes in de tuin. Dat is leuk, hè? Nou, Luan die zet hier een liedje op. Kijk, we hebben hier nog onze tomatenplant. En wonder boven wonder zitten daar nog tomaten. En daaronder zitten nog tomaten. En daar zitten nog tomaten. Deze is niet meer goed alleen. Dus die kan eraf. Deze is ook niet meer zo goed. Er zit een spleet in. Mama. Toen eigenlijk weg. Maar moet je kijken, hier zitten allemaal nog groene tomaten, jongens. Mama. En hier. Mama, kijk, Sil. Ik kan die opeten. Ja, jou moet je wel even wassen. Dan kan je die opeten. Zou de nootjes... Is die lekker? Mama, ja. Zou de nootjes gaan? Ja, die staan hier. Oh. Die kunnen we gaan poffen. En we kunnen ze gaan pellen. Papa is weer met dat gekke hondje bezig. Hé, de mannen. Ja, een gekke hondje. Moest er wel. Gekke hondje. Woezel is papa grootste vriend. Nou, iedereen is uiteindelijk hier op de bank beland. Ze kijken even Paw Patrol. Het is een nieuwe DVD die ze van jullie hebben gekregen gisteren in de fanmail. Dus nogmaals dankjewel daarvoor. En hier heb ik uiteindelijk mijn lekkere kastanjes. En volgens mij ben ik de enige enthousiaste die dit echt leuk vindt. Want Luan en Lucilla zijn niet echt geïnteresseerd om te kijken wat ik nou precies ga doen. Wat ik dus vroeger altijd deed, wat ik me kan herinneren, is dat ik dan een kruisje zette, zeg maar, hier in die schil. Als jullie het beter weten, laat me weten onder de reacties, want ik weet het niet meer zo goed. Dan doe je dat bij allemaal en dan leg je ze even in een magnetron en dan is ze lekker warm. En dan kan je dat velletje er zo afpulken. Dan heb je een heerlijke gepofte kastanje. Dus dat ga ik nou even doen. Ik heb hier een bakje met 6 kastanjes die ik eventjes dus heb opengesneden. En ik ga het nu even in de magnetron zetten. Ik heb geen idee hoe lang, maar ik doe gewoon een minuutje of zo. En dan kijken we hoe ze eruit komen. Dit is trouwens ook lekker om zo een kastanje te eten.
dat bittere smaakje. Je moet ervan houden. Niet iedereen vindt dat lekker. Maar ik vond het vroeger altijd heerlijk. Maar echt, ik denk serieus dat het jaren is geleden dat ik kastanjes heb gegeten. Stom, hè? Dat komt omdat hier in Zwolle zijn niet echt heel veel kastanjebomen. En toevallig liepen we dus in dit bos, wat niet in Zwolle is, was een hattenwaren volgens mij. Daar kwamen we dus wel kastanjeboom tegen. Kijk, dit zijn dus gewoon de rauwe, zeg maar. Het smaakt echt weer naar herfst. Je moet wel een beetje water bij drinken. Want hij was zo erg bitter. Inmiddels heb ik hier de gepofte. Kijk, dit zijn de gepofte kastanjes. Eruit. Het pakje is heel warm. Met een ruikt nou ook helemaal naar gepofte kastanje. Kijk, door dat kruisje is die dus open gegaan. Ik heb het aan twee kanten gedaan. Kijk, die kant. En aan die kant is die dus ook echt open gepoft. Vandaar dus gepofte kastanjes. Dit is dan de gepofte kastanje. En ik ga eens even kijken of die iets beter smaakt. Ja, stukken beter. Als je het proeft moet je altijd meteen de herfst denken. Maar heel eerlijk gezegd denk ik niet dat de kinderen dit lekker vinden. En ik weet wel zeker dat Daniel dit niet lekker vindt. Want het is veel te bitter voor ze. Laat even weten onder de video. Eet u ook wel eens kastanjes? En eet u dus ook wel eens gepoft? Ik ben heel erg benieuwd of ik de enige ben die dit eet. Want hier in huis zijn ze er niet zo van. Maar ik ga toch eens even een poging wagen of ze misschien toch nog even een klein stukje willen proeven. Kijk eens, Lua. Dit is een kastanje. Een gepofte kastanje. Die is nog warm. Is een beetje warm? Eeuw. Wat? Vind je het niet lekker? Wat zit jij nou te lachen? Nee. Wat zit je nou te lachen? Lekker? Eeuw. Dit is echt lekker. Zal ik proberen officieel, Lua? Waarom vind je het niet lekker? Wel, dit is toch lekker, jongens? Dit is echt puur natuur, heel dit. Heel muf. Sil, wil je deze even proeven? Nee. Ah, Sula, proef nou voor mama. Nee. Ook niet? Sorry, mama. Sorry. Sorry, hij zegt ook nog sorry. Nou ja, dan heb ik de kastanjes voor mezelf. Alles is voor mama. Alles is voor mama. Papa is even achter de pannen gedoken. Farah had lekkere, ja, hoe noem je dit eigenlijk? Geen spersieboontjes, maar hoe noem je deze boontjes eigenlijk, schat? Weet ik niet. Nou ja, smalle boontjes of langwerpige boontjes. Lekkere krieltjes, kokende krieltjes in de bouillon. En ja, Luan en Lucilla hun favoriete worstjes. Even de tafel dekken en dan is de zondag alweer voorbij. Papa's avondeten is klaar, wij gaan lekker eten. Duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren en op het belletje klikken. Tot morgen!